Hey kijkers, Michael als Terms. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe... TDT Server Survivor. Vandaag ben ik even in fly-modus. En waarom? Je zal je afvragen. Want wij gaan, of ik ga vandaag, een rondtour geven door TDT City. Dat is echt massaal aangevraagd. Dus er is ook echt superveel gebeurd. Eigenlijk, ja, te veel gewoon gebeurd. Dus daarom ga ik gewoon met jullie vandaag een rondtour doen door de, ja, eigenlijk de nieuwe TDT-city. Wat er eigenlijk allemaal nog al gebeurd is. Nou, dit kennen jullie allemaal. Dit is ons eerste huisje. Die staat er nog steeds met de boot. En het havenhuisje, die staat hier ook. Die moet ook nog even een keer afgemaakt worden. Maar we zijn dus al druk bezig. Nou, het plein hier, dit heb ik ook allemaal al gedaan. De trap omhoog zit er al heel lang in. Er is hier een huisje toegevoegd met een soort van... ja, verlaten ravijn met, ja, met eigenlijk van alles erop en eraan. Superleuk bedacht. Dus dit zit hierin met vines en noemt allemaal maar op. Dus echt super tof. Er zit natuurlijk een huisje bij. Kijk, oeh, nice. En dan gaan we eigenlijk gewoon een beetje de bekende weg. Nou, hier komt het Phantom-huisje. Hier moet ik met Eva nog eens een keer aan gaan knutselen. Maar daar wordt ook aan gewerkt. Dus daar zit nu eindelijk een dak op. Dus weet je, er komt steeds meer bij. Nou, we hebben hier een pad. Of althans, de jongens hebben een pad hier aangelegd. Hoe dit in elkaar zit, dat weet ik nog niet. Volgens mij hebben ze dat over dit bruggetje laten lopen. Terwijl ik nog hier een brug wou hebben die kant op ging. Maar misschien dat ze die nog in de tussentijd wil bouwen. Dat zou zomaar kunnen, want de jongens die luisteren precies naar wat ik zeg in de video. Dat is echt super chill. Dus shout-out naar alle mensen die in TDT City zitten. En die dit ook allemaal gemaakt hebben. Nou, er zijn huisjes hier met en de chest. Je kan zo gek niet bedenken of het zit hier wel. Ik heb helemaal geen idee of hier wat in zit. Volgens mij niet. Nee, er zit niks in. Maar het ziet er... Huh, is dit een bed? Oh ja, het is een bed. Lol. Een ingebouwd bed. Maar het toffe is, alles is wel echt leuk gebouwd. Kijk, zo heb je hier verschillende huizen, verschillende stijlen. Kijk, allemaal een heel ander huis. En hier een heel pad wat hier eigenlijk tussendoor loopt. Dan kan je hier zelfs nog weer de trap omhoog om hier te komen. En je kan hier weer de trap omhoog om weer hier bovenop te komen. Dus overal zitten dus op die manier een beetje tunneltjes. Nou, dan hebben we dit gedeelte gehad. Nou, de kerk kom ik straks op terug. Laten we weer naar boven gaan. Want hier hebben we dus een doorgang voor de mijn. Hier moet er nog een mineshaft ding gebouwd worden. Ik weet niet of... Nee, dat moet nog gemaakt worden. Dus dat moeten we ook nog even doen. Dat we hier echt een mineshaft van maken. Dat zou echt super tof zijn. Dan hebben we hier dus nog een plekje wat hier gaat komen... Geen idee. Mocht je een suggestie hebben, laat het achter en noem het even het hoekje van TDT. Ik heb geen idee. Noem het hoekje. Dat klinkt natuurlijk super chill. Nou, de molen hebben we hier. Een uitkijktoren hebben we hier. We hebben hier een doorloopbaan. En we hebben hier dus onze farms, laat ik het zo noemen. Hebben we hier de paarden. En hebben we hier koeien. En we hebben hier varkens. Dus dit is eigenlijk het boerderijhoekje. Oh, zitten hier al kippen? En nou, schapen. En hier hebben we... kippen en een konijn. Nou, kan ook. Hier hebben we dus eigenlijk een beetje dat boerderijhoekje. Hier moeten we dit moeten we nog afsluiten eigenlijk. Hoe we dat gaan doen, weet ik eigenlijk nog niet. Daar wil ik nog even over nadenken. Maar in ieder geval, als we aan deze kant van de berg kijken, zitten er ook alweer huisjes in. En ook allemaal met fakkels en noem het allemaal maar op. Iedereen heeft hier een mooi zijn eigen stijl huisje gebouwd. Super vet. Oh, hier kan je naar beneden. Moet ik even kijken wat hier zit. Want hier zit water, dat weet ik. Oh, dit is cool gemaakt. Dit is een soort havenhuisje. Hier, een werkhuisje. Er zit zelfs een balk aan. Super nice. Een boot ligt hier. En we hebben hier nog een huisje die in de berg zit. Ik hou van huisjes in de berg. Daar ben ik echt heel eerlijk in. Dat vind ik echt de mooiste huisjes die er zijn. Nou, perfect dit. Moet je kijken. Kijk zo weg. Heerlijk. Heel tof gemaakt dit. En goed gebruik gemaakt weer van de omgeving. Ik hou van dit soort huisjes. Gaan we even naar boven toe. Want hier zit dus nu een heel... ja, een uitvluchtbunker, laat ik hem zo even noemen. Zit hier, wat hebben ze hierin gedaan trouwens? Geen idee. Ik denk dat ze hier een automatische cobblestone gen hebben gemaakt. Nou, dan gaan we terug naar de andere kant. Hier hebben we het huisje met de doorgang naar boven. En dan kom je uiteindelijk hieruit. Nou, hebben ze een brug gemaakt naar een nieuwe uitkijktoren. Super tof gemaakt. Echt heel cool. Mist naar mijn mening hier nog een puntje op met een vlag. Nou, kijk, zoiets. Zo'n puntje met een vlag erop. Deze is heel mooi gemaakt. Hier hebben we de andere uitkijktoren met een soort van... ja, controlepost over heel TDT-land. En dan hier moeten we nog wat gaan bedenken. Want dit moet eigenlijk allemaal nog weg. Nou, dan ga ik even hier terug heen. Want hier zijn we bij de kerk waar we mee bezig zijn. Althans, Giel en ik. En Lars heeft ook al meerdere malen geholpen. Maar het dak zit... ja, laat ik zo zeggen. Er zit al een flink begin op het dak.
Dus daar zijn we nog druk mee bezig. Nou, dan heb je hier de brug van Giel. Die gaat dus naar de kerk toe. En komen hieruit bij weer een brug. Volgens mij via het pad hier kan je naar beneden. En via hier kan je omhoog. En dan kom je dus hieruit. Waardoor je dus weer hierheen kan. Ja, die jongens hebben dit goed uitgedacht. En dan sta je in één keer weer hier. Dus het is echt super. Het linkt allemaal perfect met elkaar. Want van daaruit kom je dus weer hieruit. En van hieruit kan je weer dus daarheen. Hallo, wie is dit? Blopje, hi. Hi. Oké, dus en hier zijn ze dus ook weer verder gegaan. Want hier, dit vind ik echt super tof van ze. Ze hebben dit helemaal uitgegraven. Moet je kijken wat ze gedaan hebben. Holy frietsauzen. Dit hebben ze dus helemaal uitgegraven, hè? Dit hele stuk. Super vet. We moeten hier iets mee gaan doen, denk ik. Een trap of zo naar beneden. Dat zou echt super dope zijn. Maar wat ik zei, die jongens zijn super druk bezig. Dus hier hebben ze dus ook weer bouwobjecten gemaakt. Hijskranen of hoe je het maar noemen wil. Dit is in ieder geval een grijper. Super cool. Met verschillende soorten huisjes erbij. Hier, en hier zijn eigenlijk Giel en ik bezig geweest. Hebben we ook deze torens neergezet? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik betwijfel het. Hebben wij die neergezet? Eigenlijk geen idee. Hoi, Blopje. Hoi. Hey. Goed bezig. Oh, beschie. Nice. Nou, hier zijn we dus ook mee bezig. We moeten even kijken of we dit... Oeh. Oh, ik zie al wat ze hebben gedaan. Oh, ze hebben dit opgehoogd. Oh, ja, dat is aan de ene kant slim. Maar misschien moeten we deze dan een stuk deze kant op zetten. En twee torens hier nog bovenop neerzetten. Nee, dat was niet de bedoeling. We zouden hier een grote poort maken. Huh? Mis ik nou een toren? Er stond toch eerst een toren hier ergens? Ik ben even helemaal de weg kwijt. Ik ben hem even helemaal kwijt. Nou ja, in ieder geval, ze hebben hier een trap omhoog gemaakt. Ze zijn doorgegaan met de torens hier. Super tof, want ze gaan gewoon verder. Dan gaan ze hier bovenop, zijn ze ook weer met iets bezig. Kijk, en dan komen hier dus ook weer meerdere posten. En hier zit dus ook weer een trap. Dus ze zijn echt super druk. En dat vind ik echt super tof. Eigenlijk meer aan het landscape op dit moment. En ze hebben hier dus een doorgang gemaakt van water. En ja, een beacon natuurlijk voor de snelheid. Welke hebben ze ingesteld? Oké, speed en regeneration. Oh nee, speed hebben ze ingesteld. Ja, super slim. Dan ben je natuurlijk 10 keer sneller. Dus eigenlijk zijn ze hier super druk mee bezig geweest. En dan wil ik eigenlijk ook nog spawn TDT recruit. Kijken of ik daar kom. Ja, bam. Nu wil ik eigenlijk ook nog even hier wat laten zien. Want hier zijn ze ook natuurlijk weer super druk bezig geweest. Kijk, hier kom je dus de brug op. Dit is dus ook allemaal nog van... Ja, eigenlijk bijna van TDT Recruit. Het is echt super groot allemaal. Hier kom je dus eigenlijk binnen de stad. En moet je kijken wat hier eigenlijk allemaal omheen wordt gebouwd. Oh, dit is wel jammer. Dit moet even weggehaald worden, maar dat is geen probleem. Dat kan zo gebeuren. Alleen moet je kijken waar ze allemaal mee bezig zijn. Ze zijn echt super druk bezig geweest hier. Echt super nice. Moet je kijken hoe nice dit gemaakt is. Een hele buitenomheining eromheen gemaakt. Beneden allemaal weer havenstadjes. Een hele gigantische muur van obsidian waar je dus echt ziek veel voor moet minen. Een toren die... dat is een vuurtoren. Nice. Super cool. Een gigantisch boot. Echt, moet je kijken hoe mooi. Dus eigenlijk, hier moet je je bewijzen om in TDT City te komen. Nou, ik vind dat heel veel jongens zich perfect bewijzen. Oh, dit hebben ze tof gemaakt zo, met die waterafgang. Ik vind dat ze dit super goed hebben gedaan. Dus mensen, vergeet even niet op mijn kanaal te abonneren. Druk op het duimpje omhoog. En mocht jij in TDT City willen komen, eigenlijk met een opstart uit TDT Recruit. Volg dan @TDTRecruit op Twitter. En daar kan je van alles doen om in TDT City te komen. Of in TDT Recruit en dan door te stromen. Of vraag gewoon Koert netjes. Hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer. Of Lars natuurlijk. Hè? Hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer. Bij een nieuwe TDT Server Survival. En zoals gewoon ik zeg, ik tegen nu mensen altijd. Ciao! Yo!